Je hebt geluk, want dit is de aflevering met de leukste vragen, gegarandeerd door onze eigen Enno. Ja, weet je wat nog leuker is? Enno doet nu de aankondiging voor deze aflevering. Komt-ie. Welkom bij Yobi DM. Yo, DM! Wat drie camera's dit. Wat een productie. Nou, wat leuk. Heb je nou ook een vraag voor Jodiem? Blijf je gewoon insturen naar @powerlimited op Instagram. Je kan ze ook mailen redactie@piep.nl. En mocht je op TikTok zitten, we hebben daar ook een kanaal. Kun je ze ook DM'en. Ja. Ja, staan open. We gaan vandaag echt superleuk vragen. En we gaan met een rap tempo, want we weten alles. Ja, en we hebben honger. Martin, deze is van mezelf. Hey Paralimited, zou ik misschien een dagje of een keer kunnen rondkijken hoe jullie het werk doen die jullie nu doen? Want het lijkt me heel leuk werk met de games uittesten en zo en praten over games. Ik ben 15 jaar oud en woon in Katwijk, dichtbij Leiden, als u het niet kent. Ken je Katwijk? Katwijk ken ik wel, ja. Hij wil dus bij ons rondkijken. Een dagje. Ja. Ja. Ik weet het niet. We hadden het laatst iemand gedaan. En dan op Cody aan afschuiven zeker? Nee, die hadden op Javier afgeschoven. We kregen een hele leuke mail van zijn moeder. En die wilde, want vaak vanuit het opleiding... Javier zijn moeder? Nee, van de moeder van de jongen die bij ons was. En die las dat tegen Pu. En die leek hem leuk om de jongen te enthousiasmeren om even bij ons te gaan kijken. En ik heb vaak zoiets van, ja, het is heel makkelijk om tegen dat soort dingen nee te zeggen. Van nee, doen we niet. Maar... Ja, dat is wel, ja. Maar soms moet je ook mensen ook best wel vaak inspireren. Ja. Dus we dachten, nou, we gaan die jongen inspireren. Dat gaan we doen. Maar volgens mij het inspiratiegedeelte niet echt overgekomen. Nee? Wat deed je dan? Nou ja, volgens mij begon hij na 3 uur al te klagen van... Hey, jullie zijn echt aan het werk. Jullie zijn niet de hele dag spelletjes aan het spelen. Ja. En toen? Wat heeft hij de rest van de week gedaan? Ja, dus wel een beetje bijgebeund heeft hij. Maar het was wel van... werken jullie nu nog steeds? Het is 3 uur al. Maar hij wil een dagje. Mag het van jou? Nou, als ik ja zeg, dan zit hij straks naast mij. Ja, klopt. Nee. De volgende is van Nuruli. En die zegt, zo, die is besteld. Hij heeft het pre-order gedaan van de Pu 30 jaar magazine. Oh, kijk eens aan. En de USB-stick. Dat is een heel goed idee. Nou zou ik jullie graag iets willen aanbieden. Ik maak custom game... Oh, dat is een salesman. Ik maak custom game accessoires en wil een Powerlimited 30 jaar editie controller houder ontwerpen en 3D printen en deze naar jullie toesturen als bedankje voor 30 jaar Powerlimited. Hij is niet aan het verkopen, hij is aan het aanbieden. Rudy! Tuurlijk! Fantastisch! Ja, kom langs. Tuurlijk! Ja, en als je nog een dagje bij ons wilt rondkijken... Ja. Cheers, fuck you! Ja. Dylan, die zegt hoi. Ik heb een vraagje. Nee, het is niet Dylan Hagens. Ik ga een M2 SSD kopen voor mijn PlayStation 5, maar ik heb 2 opties. Een met en een zonder heatsink. Met de heatsink is duurder. Is dat wel echt nodig, een heatsink? Ja, dat is echt nodig. PlayStation adviseert dat ook, raadt het ook aan. Want die krengen worden warm en dan moet ze een warmte verspreiden. En dat doet hij door middel van de heatsink. En je wil niet eentje zonder heatsink, want mocht het kapot gaan, is meteen je hele PS5 naar een getver. Dus geef even dat tientje meer uit. Ja. Je zou er eventueel ook zelf eentje op kunnen zetten. Dat is heel makkelijk. Die kringen kost echt geen enkele fuck. €5. Je ligt er bij je huis door de brievenbus en klik je er zo op. Ja. Dus doe dat. Beste Pu, zegt Gerardo. Hey Gerardo. Hoe waarschijnlijk is het dat er in 2024 een nieuwe Nintendo-console uitkomt? En zou Zelda Tears of the Kingdom daarop uitkomen? Anders wacht ik liever een jaar met deze Zelda-game om op een nieuwe Nintendo te spelen. Groeten, Gerardo. 5 waarschijnlijk. 5. Hoe waarschijnlijk? 5. Ja, 5 van de 10? 5. Oké, okay. Martin, heb je dus helemaal niks. Ik zou het ook niet kunnen zeggen, maar ik denk, ja... Zullen we de bonus level helplijn bellen? Ja. Hallo Jacco. Hallo Martin. Heb je de voicemail gehoord? Nee, ik was op het toilet. Moet ik de voicemail luisteren? Hij was op het toilet, ik had het goed! Je had het heel goed. Nee, we herhalen hem wel even. Okay. A few moments later. Oeh, die vraag krijgen we vaak. Ik zou zeggen dat de kans redelijk groot is. Eind volgend jaar. En, 5 dus, ongeveer. Op een schaal van?
5. Oké, ja, 5. 5. Ja, redelijk groot denk ik. En of Zelda erop uitkomt, dat weet ik niet. Ja, misschien als poort de deluxe ultra versie, dat je er meer voor moet betalen. Ja, top, dankjewel. Oké, graag gedaan. Doei. Doei. Zie je dat ik toch gelijk? 5. Ja. Lorenzo. Hoi, Martin en Tjeerd. Kan alweer snel gaan, hè? Dat Cody weer is vergeten. Ja, Cody is al lang weer vergeten. Toen ik nog thuis woonde, had ik een racing simulator en gebruikte mijn PlayStation 5 voor de games. Dat is nog niet heel lang geleden dan. Maar nu ik op mijn eigen woon, staat mijn PlayStation in de woonkamer voor de andere games en als mediaspeler. Nu is mijn vraag, wat kan ik nu het beste doen voor mijn sim? Een tweede PlayStation of een PC kopen? De stoel in de woonkamer zetten is geen optie en verkopen wil ik niet. Ik hoop hier genoeg informatie mee te hebben. Nou, ik zou dan, als je gaat kiezen tussen een PlayStation of een PC, kies voor de PC. Heb je nou meer keuze voor de games? Kan je ook je Max Verstappen simracing games doen? Dat is wel waar. Aan de andere kant, je hebt de games al op je PlayStation 5, waar die graag op speelt. Mm-hmm. Voordeel van de PC is ook verschillende mods die je aan kunt zetten en uit kunt zetten. Het nadeel is, het is veel duurder. Ja. Dus ja, als je nog een PlayStation 5 gaat kopen, dan ja, dat kost dat wel even wat. Maar een goede PC waar je echt gewoon goede simraces op kunt spelen, is dan ook alweer duur. Ja, het is een beetje... het is een lastige vraag, maar het ligt vooral een beetje aan wat jij er zelf mee wilt. Wil je echt bezig met die mod? Nee, jij moet nu adviseren. Jij moet nu zeggen wat je moet gaan kopen. Nee, goed, het hangt een beetje af van je doel. Wil jij echt die mods erop gaan spelen? Wil je echt speciale simracing games spelen die je alleen op de PC kunt spelen? Want er zijn er nogal wat. En heb je genoeg geld om daar echt goede specificaties van te kopen? Dat is denk ik wel de hamvraag. Dus, het ligt aan jou. Maar laten we wel even weten wat je hebt gedaan, Gerardo. Gerardo, de volgende is van Brenda. Brenda! Hey, team van Pu. Hey. Ik heb dan meteen de neiging om een high five te geven. Team van Pu. Team Pu. Mijn vriend is al jaren lid van jullie. Hij heeft onze drie kinderen ook besmet met het gamevirus. Oh, ik was bijna bang dat hij zijn drie kinderen Tjerk, Martin en Wouter had genoemd of zo. Goo goo gaga. We zijn al 22 jaar samen. En zelfs in barre tijden, toen het financieel wat minder ging en ik opperde, zet je abonnement stop, ging dat absoluut niet door. Nu gaan we in juli trouwen. Ja. Wauw. Tjerk wil graag zich aanmelden als ceremoniemeester. Er is eigenlijk maar één ding wat hij niet heeft. En dat is Power Unlimited nummer 2. Ja, dat is toevallig. Die misten wij ook. Die misten wij. Ja. Al jaren komt het af en toe ter sprake. Zou die tweede pu nog ergens te krijgen zijn? Nu zou ik deze heel graag cadeau willen geven voor ons huwelijksdag. Zouden jullie mij hiermee kunnen helpen? Groetjes Brenda. Nou, Brenda. Wat je misschien wel hebt gehoord is dat wij 30 jaar zijn. Mm-hmm. En dat we op dit moment een USB-stickje verkopen met... Uitverkocht. Is uitverkocht. Mm-hmm. Nou, jammer. Geef hem aan Donald Duck. Ja. Maar dit klinkt als iemand die een echt een grote fan is. Ja, maar die wil dus... Die wordt niet ja, die wil het eigenlijk fysiek. Die wil het fysiek hebben. Die wil het fysiek hebben. Ik zal zo even voor je spieken. Ik weet niet wat ik voor je kan doen. We hebben hem namelijk zelf ook nodig om in te scannen. Anders missen we straks ineens nummer 2. Ja, en we moeten hem natuurlijk ook fysiek hebben voor ons eigen, voor ons eigen archief. Dus stel, ik heb er 3. Dan strijk ik over mijn hart. En, dan komt hij hem persoonlijk brengen. Ja, en stel, ik heb hem niet. Dan word je het ceremoniemeester op je bruiloft. Nou, ik wens je heel veel succes. Hopelijk wordt je huwelijk een groter succes dan deze zoektocht. Ja. Maar het klinkt echt alsof jullie een fantastische relatie hebben. En ik wens jullie heel veel liefde en plezier in jullie huwelijk. Maar dan komt hij straks over een paar maanden nog een keer vertellen op jullie bruiloft. Het is weer tijd! Nou, voor de flitsronde! Flitsronde! En start. Waar is Tjeerd? Zijn GTA 6 nieuws fake of echt? Kan niet meer volgen. Nee, we houden het voor je in de gaten. Als het via ons komt, dan is het dan weten we niet zeker wat het, of het echt is. Het zijn geruchten, maar we brengen wel betrouwbare geruchten. Ja.
educated opinions. Yeah. Hoi allemaal, wat denken jullie dat PlayStation aankomende woensdag zal laten zien qua games? VR. Dat maakt niet uit. Als je deze video ziet, dan weet je al. Maar we kunnen natuurlijk zeggen Spider-Man. Games. Games, nice. Al winnaars bekend van de MSI Gaming Laptop. Ja. Ja. Er is geen giveaway voor een MSI Gaming Laptop geweest. Je kon Game Pass. Ik denk dat dit gewoon iemand is die denkt van nou, misschien win ik hem. Maar er waren dus heel veel mensen die dachten dat je die laptop kon winnen. Dat was een laptop van 6000 euro. Een beest van de machine. En we doen regelmatig giveaways. Maar ik kon die laptop niet weggeven. Die moest terug naar MSI. Maar wat ik wel had gehosseld was 3 maanden Game Pass. Maar mensen dachten dus serieus dat ze die laptop konden winnen. Terwijl het duidelijk in die video wordt gezegd, kijken we nog maar een keer. Je kan winnen 3 maanden Game Pass, niet die laptop. Ja, maar je moet die laptop ook gewoon niet laten tonen. Het ging om die laptop. Ja. Dus en als bedankje voor het kijken van de video morgen kon je dus Game Pass vinden. Ja. Is er nog een vraag? Nee, dat was om. Tijd is al lang. We zitten er lekker in hoor. Oh, precies. Nog eentje doen? Je wordt nu straks gebeld door Rick. Ja. Ah nee, ik zou hem bellen. Dat ik. Oh, dat is top. Top plan. Dan gaan we nu even wat eten. Ja, honger. En we moeten de video nog afsluiten. Ja, doe jij dat? Ga ik alvast eten. Nou, hopelijk vond je dit een leuke video. Martin is er helemaal klaar mee. Als jij een vraag hebt, dan kun je dat natuurlijk stellen. @powerlimited op onze Insta DM. En natuurlijk ook via de mail. redactie@pu.nl. En dan rest jou niks anders nu om even op dat duimpje omhoog te klikken. Belangrijk. Dat is... Je staat er nog wel. Ja, ik sta te wachten op jou, want ik wil de zender uitdrukken. Maar... Oh, oké. Okay. Nou, dat is alles. Doei. Doei. What do you think?